Zonder de zon kunnen we op de aarde niet leven. Maar hij maakt ons ook langzaam kapot. Als de zon te lang op onze huid schijnt, verbranden we. En dan kunnen we er uiteindelijk zelfs huidkanker van krijgen. Ik ben Göran van Rooyen, dermatoloog. Hier in de werkplaats vertel ik jou alles over het vernietigende effect van de zon. Kanker is al ruim 10 jaar doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Maar niet elke soort komt even vaak voor. Om gelijk een misverstand te repareren, we zijn immers in de werkplaats, niet borst, long, darm of prostaatkanker is de meest voorkomende soort, maar artsen moeten steeds vaker patiënten vertellen dat ze huidkanker hebben. Dat was eerst niet zo. De afgelopen 20 jaar zien we dat het steeds vaker voorkomt. Afgelopen jaar kwamen er maar liefst 82.000 nieuwe patiënten bij. Waarom stijgt dat aantal nou? Nou, er zijn twee redenen voor. Nummer 1, we worden steeds ouder. En hoe ouder we worden, des te groter de kans is dat we kanker krijgen. Nog veel belangrijker is de tweede reden. We zijn het heel normaal gaan vinden om te gaan liggen bakken in de zon in Zuid-Frankrijk. Maar dat kon onze huid eigenlijk helemaal niet aan. Nu zijn er meerdere soorten huidkanker. Het goede nieuws is dat ze lang niet allemaal even gevaarlijk zijn. Maar om goed te begrijpen hoe dat werkt, gaan we eerst kijken hoe de huid is opgebouwd. Stel dat deze werkbank je botten en spieren zijn. Dan ligt daar bovenop een laag vet. Die zorgt voor isolatie en energieopslag. Bovenop het vet zit de lederhuid. De lederhuid zorgt eigenlijk voor de stevigheid. Daarin zitten onder andere de haarzakjes met de talgklieren en de zweetklieren. Daar weer boven zit de opperhuid. En in die opperhuid zitten onder andere de pigmentcellen, de melanocyten. Die melanocyten produceren een soort parasolletjes. Pigment. En die zitten tussen de andere cellen in de opperhuid. En die beschermen die andere cellen tegen UV-straling. Alle mensen hebben ongeveer evenveel melanocyten. Alleen mensen met een lichte huid produceren minder parasolletjes, minder pigment, dus zijn daardoor ook minder goed beschermd tegen UV-straling. Daardoor is de kans ook groter dat ze huidkanker krijgen. De meest voorkomende soort huidkanker ontstaat in de opperhuid. Als die te veel UV-straling krijgt, kan daar een basaalcelcarcinoom ontstaan. Basaalcel, omdat deze vernoemd is naar de onderste laag van de opperhuid. 80% van de huidkankerpatiënten heeft deze vorm. Hij is niet per se dodelijk. Hij zaait namelijk niet of zelden uit. Een andere vorm is het plaveiselcelcarcinoom. Deze ontstaat in de bovenste laag van de opperhuid. Dit is een vorm die agressief is en kan uitzaaien. En dat geldt nog veel sterker voor de derde soort. Het melanoom. Een melanoom is slecht nieuws. Het is een kwaadaardige tumor vanuit de melanocyt zelf. En een melanoom kan uitzaaien. Vaak naar de lymfklieren en later ook longen of de hersenen. Omdat een melanoom zo agressief is, zal een arts hem vaak zo spoedig mogelijk willen verwijderen. Vaak word je al binnen een week geopereerd. Het melanoom wordt dan volledig weggehaald. Als je er op tijd bij bent, is je overlevingskans met een melanoom goed. Daarom is het heel belangrijk ze op tijd te leren herkennen. Een melanoom is meestal een donker plekje op je huid. Vaak ontstaat het vanuit een eigen moedervlek. Maar het kan ook spontaan ontstaan in de huid. Er zijn 5 signalen die je serieus moet nemen als je een verdacht plekje op de huid ziet. We praten dan over de ABCDE-regel. De A staat voor asymmetrie. Een ongelijke vorm. De ene kant is anders dan de andere kant. De B is de border, de rand. Soms is die juist grillig, soms is de rand vaag. Bij een normale plek, een onaangedane plek, is die vaak mooi scherp omgrenst. C staat voor color, of kleur. De plek zelf heeft vaak 2 of meerdere kleuren. Het kan zwart zijn, grijs, wit, bruin, lichtbruin, enzovoort. De D is de diameter. Melanomen zijn vaak groter dan 0,5 centimeter. En de E staat voor evolutie. Dat zijn de dingen die je zelf in de gaten moet houden. Bloedt het plekje spontaan of jeukt het? Als de arts denkt dat je een melanoom hebt, zal hij deze dus laten verwijderen. En daarna volgen er onderzoeken om te kijken of het daadwerkelijk een kwaadaardige tumor is. Niet alle melanomen ontstaan trouwens door de zon. Ze kunnen ook op andere plekken voorkomen, zoals je handpalmen of je voetzolen. Maar ook in andere organen,
zoals binnen je buik of in je oog. Toch blijft UV-straling van de zon de grootste veroorzaker van melanomen en andere vormen van huidkanker. En daar kan je maar beter goed tegen beschermen. Dat betekent smeren, kleren, weren. Smeer je in met zonnebrandcrème. Draag wat extra kleding en zoek de schaduw op. Dan hou je het risico op huidkanker zo laag mogelijk. Hallo, ik ben Carlo van der Weijer, mobiliteitsexpert op de TU Eindhoven. En in de volgende aflevering ga ik vertellen wanneer we elektrisch gaan vliegen.